De FBI gaat in samenwerking met auteursrechtenorganisaties in meer dan 20 landen, waaronder Nederland, illegale downloaders van muziek en films via torrent sites hard aanpakken. Gistermiddag kregen wij op de redactie deze tip binnen. In een korte mail ontvingen wij de download- en contactgegevens van meer dan 45.000 illegale downloaders. 8.223 hiervan kwamen uit Nederland. We hebben nog een aantal keer contact gehad met de mailer om meer informatie te achterhalen. In de afgelopen 10 maanden is het downloadverkeer van torrentbestanden in verschillende landen uitgebreid onderzocht. Na analyse van de data blijken jongeren voor het grootste deel van de downloads verantwoordelijk te zijn. Daarom richt de FBI zich met deze internationale actie op jongeren. De FBI is heel actief op het gebied van illegaal verspreiden van films en muziek. Eerder 2012 is Kim.com, oprichter van Mega Upload, met 3 medeverdachten in Nieuw-Zeeland opgepakt op verzoek van de FBI. .com wordt ervan beschuldigd dat hij miljoenen heeft verdiend door via zijn website illegale kopieën te verspreiden van auteursrechtelijk beschermde films, muziek en software. Binnen een aantal weken ontvangen de mensen op de downloadlijst een dagvaarding. Het gerucht gaat dat er een grootschalig virtueel proces wordt voorbereid waarbij meer dan 25.000 personen tegelijkertijd gedaagd zullen worden. Bij jongeren onder de 18 jaar zijn de ouders verantwoordelijk. We hebben een paar mensen van deze downloadlijst gebeld. Dat wij een tip hebben binnengekregen gisteren via de mail van iemand die ons een lijst toestuurde van meer dan 45.000 personen die in de afgelopen 10 maanden online illegaal films of muziek hebben gedownload. Dus je wilt zeggen dat ik met illegale praktijken bezig ben? Nee, dat zeg ik niet. Dat zeg ik niet. Maar wat zegt u dan wel? Dat je wel eens een nummer hebt gedownload via internet. Ik heb een nummer gedownload. Dat blijkt uit deze lijst. Ja, klopt dat? Ja, en dat geef ik ook goed doen. Oké, ja, nee, je bent ook niet de enige. De lijst bestaat uit meer dan 45.000 mensen. De lijst die wij hebben binnengekregen. Wat zeg je? Wat kan ik dan begrijpen dat het lijst? Ja, maar we delen het je even mee. En ook willen we je mededelen dat het gerucht gaat dat er mensen binnen deze weken een dagvaarding binnenkrijgen. Iedereen die illegaal via internet heeft gedownload. En dat zou dan betekenen dat je ook gedaagd zou worden door de rechtbank. Oké. Wat is jouw reactie hierop? Ja, dat vind ik natuurlijk wel leuk. Nee? Maar op zich, ik weet, illegaal download is niet goed, dat snap ik. Mm-hmm. En het liefst zou ik dat niet doen, hoor. Meestal koop ik ook wel cd's. Mm-hmm. Maar de muziek die ik download, moet ik vaak wel downloaden, omdat de cd's gewoon niet te verkrijgen zijn. Oké. Zoals je merkt, reageren mensen geschokt. Het is dan ook een serieuze zaak. Heb jij nou tips? Mail dan redactie@ondertussen.nl.